Rick Groenhuizen, kinderpsychiater. Zou eens een beeld kunnen schetsen wat u denkt dat er gebeurt als op 1 januari 2015 de jeugdzorg overgaat naar gemeente? Ja, dat wil ik proberen. Dat is wel moeilijk, want er is nog heel veel onduidelijk op dit gebied. Er is een raamwerk, en dat heet dan de jeugdwet. En dat moet dus, ja, de transitie eigenlijk, die moet daarop gebaseerd worden. De overgang van de jeugdpsychiatrie en de jeugdzorg naar de gemeente. Maar dat raamwerk heeft nog allemaal gaten. En die zullen dan straks ingevuld gaan worden met allemaal maatregelen van bestuur. Dus het is vrij onzeker hoe dat eruit gaat zien. Wat ons zorgen baart, is dat het toch een behoorlijke haastklus is, waar veel gemeentes eigenlijk nog niet voldoende ver mee zijn. En ja, ik vrees dat er vrij veel chaos en onduidelijkheid zal zijn als we dit tijdpad zouden gaan volgen. Dus naar mijn idee moet er veel meer tijd voor zo'n grote operatie genomen worden. Ja. Waar maakt u zich zorgen over dan? Ik maak mij met name, en dat is dan meer de principiële bezwaar, zorgen over dat straks kinderen met ernstige psychiatrische problemen, dat die niet meer recht hebben op verzekerde zorg. En verzekerde zorg, dat betekent dat als je naar de huisarts gaat en je wordt doorverwezen naar bijvoorbeeld een kinderarts, dat dan de indicatie van de huisarts voldoende is voor de zorgverzekeraars om de consulten bij de kinderarts, de behandeling daar, te betalen. Straks is het zo dat wanneer je met je kind met bijvoorbeeld een ernstige angststoornis of ernstig autisme naar de huisarts gaat en de huisarts denkt dit is iets voor de specialistische GGZ, dat dan eerst de gemeente gaat kijken van, nou, is dat wel een goede indicatie? Dat betekent extra bureaucratie. En dan vervolgens je eigenlijk alleen maar kunt kiezen, dus je keuzevrijheid wordt beperkt tussen de instellingen die de gemeente heeft uitverkoren, om het zo maar te zeggen. Nou, daarmee gaat dus ook een deel van de meer specialistische GGZ waarschijnlijk verloren. Je moet je voorstellen dat de ene polykliniek meer gericht is op lichtverstandelijk beperkte met een ernstige psychiatrische stoornis en de andere polykliniek wat meer op eetstoornissen. Nou, die gemeentes die kunnen niet met al die polyklinieken contracten hebben. En bovendien moet je dan als gezin, als ouder met een kind, moet je binnen die gemeente de zorg krijgen. En dat is beperkt. Mensen hier uit Zutphen gaan ook naar Deventer voor kinderpsychiatrische zorg. Dus je keuzevrijheid wordt waarschijnlijk enorm aan banden gelegd. En dan verschilt het ook nog in welke gemeente je woont. Nou, dat is ook een probleem en dat vind ik ook een principieel probleem. Dat is dat je dus willekeur krijgt. Als je in deze gemeente zit, dan kan het zijn dat je dat wel krijgt en dat niet. In de volgende gemeente kan het weer totaal anders zijn. De gemeenten hebben de totale vrijheid gekregen om het in te delen zoals ze dat willen. En het vervelende daarvan is, vind ik, bezwaarlijke, dat de gemeentes dat moeten doen met toch een enorm gebrek aan know-how op dit gebied. En dat erkennen ze zelf ook wel. Ze moeten nog enorm veel kennis verzamelen om deze operatie tot een goed einde te brengen. En dan moet je denk ik toch eerst als overheid, centrale overheid, een blauwdruk geven van hoe dat eruit moet gaan zien in die gemeentes. En dan kunnen ze die, als ze daar de tijd voor krijgen, kunnen ze die goed gaan invullen. Maar nu is het een haastklus en iedere gemeente die kan doen wat die wil. U had het over gebrek aan know-how. De gemeente moet het ook met veel minder geld doen. Ja. En dat is natuurlijk eigenlijk iets wat elkaar heel makkelijk kan bijten. Dat als je een grote stelselwijziging door moet gaan voeren en je moet daar ook nog, men denkt, tientallen procenten gaan bezuinigen op de jeugdzorg en de jeugdpsychiatrie, dan is dat eigenlijk een recept om enorm in de puree te raken. Het moet gehaast, het moet snel, het is groot en je moet tegelijkertijd bezuinigen. U kunt zich voorstellen dat op lokaal niveau men dat niet kan overzien, maar de overheid centraal kan dat ook niet overzien, wat dat allemaal behelst. En of je dan uiteindelijk nog een zorgvuldige, goed georganiseerde zorg kunt garanderen voor kinderen die toch tot de kwetsbaarste kinderen in de samenleving behoren. Dus dat baart mij enorme zorgen en daar ben ik niet alleen in. Dat
kunt u zich voorstellen. Wat hoort u in uw praktijk van ouders? Ja, nou dat bedoel ik daar eigenlijk mee. Ouders zijn enorm gealarmeerd. Er is ook een petitie, een landelijke petitie, waar bijna 100.000 handtekeningen zijn verzameld. Die worden ook aangeboden dinsdag bij de Eerste Kamer. En ouders maken zich grote zorgen, met name over dus de willekeur. Als ik in deze gemeente zit, krijg ik dan nog wat ik nodig heb voor mijn kind en mijn gezin. Want ik mag niet meer naar die andere gemeente straks om misschien andere vormen van zorg te krijgen. De financiering vinden ze een groot probleem, er wordt enorm bezuinigd. Maar het is ook maar de vraag wat de gemeente met zijn interne budgetten doet. Misschien wat minder jeugdzorg, wat meer aan de lantaarnpalen. Ik bedoel, dat is maar zeer de vraag. En daar maken ouders zich zeer veel zorgen over. En wij maken ons ook zorgen over de democratische controle op het geheel. Er wordt steeds geroepen dat de plaatselijke politiek dit proces wel zal gaan monitoren en controleren. Maar dat kan tot op zekere hoogte, maar daar is dit gebied eigenlijk veel te specialistisch voor. Dat moet je niet de gezondheidszorg, en daar gaat het hier om, die moet je eigenlijk denk ik niet lokaal politiek laten controleren. Dat gaat niet goed. Wat moet er gebeuren? Hoe kan het wel goed gaan? Nou, in ieder geval moet er veel meer tijd genomen worden. In Denemarken, een land erg vergelijkbaar met ons land, hebben ze er 5 jaar voor genomen. Toen zaten er nog allerlei kinderziektes in. En die hebben ze er in de jaren daarna redelijk uitgehaald. Dus in Denemarken zouden we moeten kijken hoe je het doet en hoe snel je het doet. En een tweede is denk ik dat er heel goed nagedacht moet worden over de vraag of je de kinder- en jeugdpsychiatrie niet toch moet blijven financieren via de zorgverzekeraars, zodat je een verzekerd recht hebt op kinderpsychiatrische zorg. Dat betekent dat de regie voor een deel best ook bij de gemeentes kan blijven, maar dat je in ieder geval zorgt dat gezondheidszorg ook een verzekerd recht blijft. Hè? Want dat is de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen. Als het gewoon per 1 januari in 1 keer doorgevoerd wordt, ja. Zoals het er nu ligt, ja. Waar bent u dan bang voor? Enorme chaos. Want die gemeentes zijn er niet aan toe. Hè. De commissie Geluk, die het monitort, heeft dat in december nog heel duidelijk laten zien. Konden we in Nieuwsuur zien hoe dat was. Bij de verschillende gemeentes zijn er een paar gemeentes die echt op schema liggen. Andere gemeentes niet. Die gaan dat ook niet inlopen. Hè. Dus die moeten nog zoveel kennis vergaren. En het is zo'n enorme klus. Dus ik vrees dan enorme chaos en nog hele grote ongelijkheid voor de verschillende gezinnen met kinderen. Wat zal dat dan uiteindelijk voor gevolgen hebben in de gezinnen, voor de kinderen? Ja, kijk, een kinderpsychiatrische stoornis brengt ontzettend veel spanning en stress met zich mee. Thuis, op school, bij de voetbal. En wanneer je daarin goed begeleid en goed behandeld wordt, dan kun je daar vaak wat rust en duidelijkheid brengen. Als die behandeling niet goed staat, als wij die niet goed uit kunnen voeren, dan zal dat echt extra veel spanning en uitval op school leveren, opleveren. En, dus dat is een hele slechte zaak. Ja? Betekent dat uiteindelijk ook dat er meer kinderen in de criminaliteit komen? Ja, nou, dat zijn natuurlijk. Kinderen uit huis geplaatst moeten worden? Ja, nou, dat zijn natuurlijk de lange termijn zaken waar we ons zorgen over maken. Als je die kinderpsychiatrie en de jeugdzorg, als je die gaat beperken, dan doe je eigenlijk iets heel vreemds. Want nu investeren in goede zorg voor kinderen en jeugdigen betekent dat je later veel minder schooluitval krijgt, veel minder criminaliteit, veel minder drugsgebruik en veel. Die kinderen veel sterker maakt in het omgaan met eventuele psychiatrische, psychische problemen op latere leeftijd. Want heel veel van de kinderpsychiatrische problemen, die zie je straks, in de 20er, 30er jaren van dezelfde mensen, zie je gewoon terug. Misschien in een andere gedaante, maar het is heel vaak een voorspeller van ellende op de langere termijn. Dus als je dat nu goed aanpakt, dan doe je enorm veel in preventieve zin.